hebben nog een paar extra putten aangelegd, zoals jullie kunnen zien. We hebben daar heel veel verkleuringen aangetroffen, maar ook wat greppels met allemaal stenen erin. Dus dat lijken funderingsresten te zijn. We hebben aardewerk, zowel Romeins als middeleeuws. Heel veel mooie dingen. Nou ja, we staan hier natuurlijk in het centrum van de Romeinse stad, dus dat we Romeins aan zouden treffen, dat snapten we wel. Maar de middeleeuwse sporen, die verwachten we eigenlijk veel meer rondom de kerk. En dat we dus hier dus ook middeleeuwse vondsten aantreffen is wel bijzonder. Dat gaan we nou wel verder onderzoeken, van ja, welke periode hebben we het dan over, wie gebruikte dat dan. We nemen alles mee hè, naar kantoor, daar gaat alles gewassen worden, daar gaan specialisten naar kijken. Ik weet echt alles van de sporen en weet welke sporen uit welke vondsten, maar dan gaan er weer aardewerkspecialisten specifiek naar het aardewerk kijken. En elk randje, elke versiering geeft weer aanwijzing van hoe oud het is en waar het vandaan komt. En daarmee kunnen we dus het middeleeuwse verhaal gaan schrijven. Ja, we staan hier natuurlijk op een heel bijzondere plek, vlak voor het raadhuis in het hart van het Romeins kwartier. En dat is niet heel toevallig, want dit was ook het hart van Romeins Heerlen zo'n 2000 jaar geleden. En ik denk dat het heel bijzonder is dat je op deze plek al dat Romeins verleden kunt ervaren bij ons Romeins badhuis, het best bewaarde Romeinse gebouw van Nederland. Dat je de archeologie kunt gaan beleven in de vondst, in de oude bibliotheek gehuisvest. En dat we straks op basis van het archeologisch onderzoek dat hier nu verricht wordt, nieuwe verhalen over Romeins Heerlen kunnen gaan vertellen. Verhalen die we ook steeds meer zichtbaar willen gaan maken in de openbare ruimte. En waarvan ik ook hoop dat mensen die hier zelf komen vertellen, zelf komen beleven en zelf komen ervaren in het hart van Romeins Heerlen.